Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie kijkt trots terug op het afgelopen jaar. Minister Reshma Kuldeep Singh zei vandaag tijdens een nieuwjaarsinzegening op het ministerie dat hoewel 2023 een zwaar jaar en een jaar vol stress is geweest, er toch successen zijn geboekt. Kuldeep Singh benadrukte dat het personeel 2023 hard heeft gewerkt om niet alleen nationaal vorderingen te boeken, maar ook om partnerschappen met het buitenland te trekken. Het ministerie had 51 beleidsdoelen voor 2023 en daarvan zijn 44 gehaald. Dat wil zeggen dat we maar 7 niet hebben gehaald voor 2023. Vindt u dat geen prestatie? Nee? En die 7 gaan we in 2024 halen. Wat Don zegt, 2023 was een goed jaar. 2024 wordt een beter jaar. En 2025, voordat ik vertrek, wordt het beste jaar voor EZ. De bewindsmevrouw zegt dat voor 2024 het departement niet veel prioriteiten zal hebben. De focus zal zijn om hetgeen af te ronden dat nog open staat uit 2023. We gaan geen halve dingen doen. We zijn geen ministerie die halve dingen doet. Om begin dat we stopten, dan gaan we met iets anders beginnen. We gaan afronden waarmee we zijn begonnen. En laat me u één ding zeggen. Ik heb het gezegd bij 75. Ik weet dat iedereen me gaat zeggen straks. Minister, 75 jaar EZ heeft u iets beloofd. Voordat ik van hier vertrek 2025, moet mijn belofte waargemaakt worden. Toch? Hoofd PZ, ODAD? Iedereen gaat zijn bevordering krijgen. Zijn of haar bevordering. En als u niet komt werken, ga ik uw salaris ook stoppen. Dat beloof ik ook. Want we tolereren geen nonsens, toch, op het ministerie? Dat weten we van elkaar. Minister Kuldeep Singh benadrukt dat haar ministerie gaat voor het behalen van resultaten en alle oponthoud uit de weg gaat. De bewindsvrouw roept op om alle negativiteit achterwege te laten en het jaar te beginnen met positiviteit.